De familie van Soufian kan opgelucht ademhalen. Een week lang zaten ze in spanning nadat de 21-jarige Amsterdammer onder geweld was meegenomen en ze al het contact met hem kwijtraakte. Wat er precies gebeurd is, is nog niet duidelijk. Ja, de familie van Soufian die belde ons dat hij was thuisgekomen. Nou, wat we als eerste hebben gedaan is eigenlijk hem in veiligheid gebracht. Dus we hebben hem op een veilige locatie ondergebracht om vervolgens daar naar ons onderzoek te kunnen starten wat er nou precies met hem gebeurd is de afgelopen dagen. Is hij zelf weggekomen ergens of is hij thuis afgezet? Nou, we hebben op dit moment nog niet uitgebreid met hem kunnen spreken. Wat we hebben kunnen vaststellen is dat hij zelf niet gewond is geraakt. Maar zijn geestelijke gesteldheid die is dusdanig dat we hem nog niet uitgebreid hebben kunnen spreken. Dus wat nou het verhaal is waar hij de afgelopen dagen is geweest, dat is voor ons nog onduidelijk. De politie houdt er rekening mee dat Soufian en ook Wendel Meijer uit Landsmeer zijn ontvoerd vanwege een ruzie in de drugswereld. We weten dat hij die donderdagavond is klemgereden. Vervolgens is hij beschoten, uit beeld gerend. Nou, vanaf dat moment is eigenlijk het spoor tot aan vandaag kwijt geweest. Nou, dat beeld moeten we duidelijk krijgen. De moeder van Soufian is ervan overtuigd dat er sprake is geweest van een persoonsverwisseling. Ze deed gisteren een emotionele oproep om haar zoon terug te krijgen. Alsjeblieft, ik smeek jullie. Hij heeft niks mee te maken met dit. Hij studeert, zijn opleiding zou hij bijna afronden. Iedereen die het hoort gewoon, die geloven hun oren niet. Echt niet. Ook Wendel Meijer werd vorige week klemgereden en onder geweld meegesleurd een auto in. Over het lot van de 36-jarige Wendel is niets bekend. Hij is vorige week dinsdag dus weggenomen bij zijn bedrijf in Zaandam. Nou, vanaf dat moment is eigenlijk niks meer van hem vernomen. Dus we maken ons ernstige zorgen.